Hotels gebruiken dynamische prijzen op internet, omdat ja, iedereen kan tegenwoordig met twee drukken op de knop overal checken wat een hotel kost. En dus ook wat de concurrentie kost op dezelfde dag. En om nu de beste, het grootste aantal reserveringen voor de beste prijs te kunnen realiseren, is het noodzakelijk om eigenlijk ja, dagelijks of meerdere keren per dag je prijzen te laten fluctueren al naar gelang de vraag naar reserveringen. En ons systeem helpt dan automatisch je prijzen afstemmen op de markt, zodanig dat je nooit te duur of te goedkoop bent. En wel de pick-up gaat realiseren waar je eigenlijk recht op hebt. Dus de consumenten die hebben de neiging om op Booking.com te gaan kijken als ze naar een bepaalde plaats toe willen. Van nou, welke hotels zijn er nou eigenlijk allemaal? Dus ja, je moet gewoon zorgen dat je daar te koop bent, om het maar zo te zeggen, met de juiste prijs. Vervolgens is de trend ook wel tegenwoordig dat mensen naar de hotel eigen website gaan kijken. En als je dan nog zorgt dat je zelf goedkoper kan aanbieden op je eigen website, heb je kans dat een gedeelte van de reserveringen via je eigen website binnenkomt. Nou, daar worden hotels heel blij van, want daar zitten een stuk minder kosten aan vast. Ja, door RevControl te gebruiken en eventueel het revenue management helemaal aan ons uit te besteden, haal je de optimale omzet uit de markt. Terwijl je jezelf volledig kan focussen op wat een hotel eigenlijk in essentie is, het naar de zin maken van de gasten tijdens het verblijf. Ja, RevControl is onderdeel van Care Internet Services BV. Een internetapplicatiebedrijf wat al 27 jaar gevestigd is in Eindhoven. Waarvan de laatste 5 jaar in dit mooie oude schoolgebouw. Waar we op de begane grond onze kantoren hebben. Met aan de ene kant de developers die zowel aan de projecten van Care werken als aan RevControl. En aan de andere kant zitten de commerciële mensen zeg maar, van beide takken en projectmanagement en directie. En toen wij begonnen zijn in 2014 waren er eigenlijk alleen nog maar hele dure geavanceerde systemen vanuit Amerika op de markt. En wij zagen de noodzaak voor kleinere hotels die niet noodzakelijkerwijs het budget hebben om zo'n systeem aan te schaffen. Ook te helpen met geautomatiseerd revenue management. Omdat ze gewoon anders manueel niet tegenop kunnen. Dus door het te automatiseren gaat het vanzelf. En natuurlijk hou je zelf controle over de uiteindelijke prijs die gepubliceerd wordt. Maar het systeem zal je vanzelf juist in de markt prijzen voor het komende jaar. Zodat je daar eigenlijk op elk moment van de dag goed gerepresenteerd wordt. En niet de boot mist, om zo te zeggen. Nu zijn we eigenlijk in het begin van de groeifase van de revenue management. Meer en meer hotels gaan er gebruik van maken. Over een jaar of 5 zijn er geen hotels die het niet meer gebruiken.